We moeten hem eerst configureren. Oké, een hele tijd geleden had ik een video gemaakt waarin ik uitlegde wat ik van problemen had met mijn eigen Xbox Classic en dat ik nog games had eigenlijk dat ik wou spelen, vooral bijvoorbeeld deze Crimson Skies. Heel tof spel, maar blijkbaar, ja, ik had mijn eigen Xbox was stuk en ik heb dan een aantal andere gekocht, maar die bleken dan ook telkens allemaal stuk. Al goed, want ik heb dus ondertussen een pakje gekregen van Game Mania. En als het goed is, zit daar nu. Ik had al uitgelegd dat ik het eigenlijk opgegeven had om een Xbox, om een echte Xbox Classic te kopen. De enige manier waarmee dat je daarmee verder geraakt is als je er een modchip in steekt. Het enige voordeel aan heel dat gedoe is dat je kunt die vinden van 25 euro zo'n Xbox Classic, juist omdat ze gemakkelijk stuk gaan. Voor zolang dat moederbord oké blijft. Maar ik ben dus op zoek gegaan naar een Xbox One S. En als het goed is, zit dat hierin. Ja, kijk. Je hebt de Xbox One X en je hebt de One S. De One X is gewoon krachtiger, dat is de zwarte. Wacht, is iemand niet akkoord met een seconde? Ik ga iemand gaan halen. Er was iemand niet akkoord dat ze niet mee op de video kon. Ja, natuurlijk. Het eerste dat ze pakt is de schaar. De schaar is niet voor jouw bolletje, maar je mag wel hier met die plastic mag je wel spelen. Hier, met dat. Ja, allemaal gratis lucht in. Dus je kan de zwarte, de Xbox One X kopen, die is iets krachtiger en zo, maar op zich heb ik niet de krachtigste nodig, juist omdat ik die oude spellen wil spelen. De goedkoopste is eigenlijk de Digital Only, en de Digital Only heeft dan gewoon geen DVD-drive, dus dan moet je eigenlijk al je spelletjes online kopen. In mijn use case gaat dat niet, want ik wil die spellen daar natuurlijk kunnen insteken. En ik heb wel begrepen, ze zijn compatibel, maar ik heb wel begrepen dat ze eigenlijk gewoon een compatibele versie gaan downloaden dan. En een keer dat je schijfje daarin steekt, omdat je via dat schijfje aangeeft of bewijst eigenlijk dat je het spel hebt. Trouwens, wat dat betreft het hebben van die spellen. Kijk, er staat een grote sticker op. Ik heb die zelf tweedehands gekocht voor 9,90 euro. Dus voor 10 euro heb ik die gekocht. En ik heb eigenlijk gewoon gewacht totdat de nieuwe Xbox uitkwam, wat dat nu is. En op dat moment is deze dus afgeslagen van prijs. Jammer bolletje. Ik wil ook graag een spelletje spelen, maar we moeten hem eerst configureren. Ik heb dat zo opgelost, dan heeft ze de doos om mee te spelen. Dus dat is hem, hè. Weet je al welk spel dat je gaat spelen, bolletje? Ah ja, dat is een goed voorbeeld van een spelletje. Dus als je spelletjes zoekt. Want veel van die spellen zijn grafisch niet meer echt up-to-date, dus die moet bijna allemaal hebben van de gameplay. Maar dat spelletje daar, dat is gebaseerd op een strip, dus dat zijn striptekeningen. Dus dat is allemaal grafisch staat dat sowieso niet veel voor. Dus dat is ook wel een goed spelletje om als retro-spelletje nog te spelen. Ja, en natuurlijk, ja, onze kenner hier. Natuurlijk, hè. Ik hoop dat ze ondersteund worden. Dus ik hoop nu dat... Stel u voor... Oh nee, dat is... Nee. Daar ga ik niet bij stilstaan. Ik ga hem configureren. Oké, dat is eigenlijk best nog wel een mooie console, hè. Ook het ideaal moment om al het kinderspeelgoed van achter de kast te halen. Het is zover. Het is 18 uur.
Ik ga naar de kleine tv aan het kijken, maar kijk. Ben je aan het uit doen? Wat gaan we doen? Een spel spelen. Ja, we gaan een spel testen. Je moet gewoon hier lang op, even op die zwarte knop hier op dat logo duwen. Op dit? Ja. Op dit hier. Gewoon dit. Kijk. Wacht hè. Zet die keer op. Hoe lang? Totdat het licht geeft. Ja. Ja. Bal op dus bal. Dat is goed. Hé, dan... hey, bal toch van binnen is groen. Dat is toch niet normaal? Moet het is van aan het opstarten. Hier. Ja, mocht op het kruis. Nee, op de A is het binding. Op de A van uw naam. Ja. Dan ga ik mijn schijf in insteken. Hopelijk. Je moet ook zeggen dat ik een sneeuw gehad heb. Ja, vertel maar ja, wat er gebeurd is op school. Dus moet ik het laten zien? Laat het eens zien. Wacht, ik ga niet kijken. Ha. Ze heeft in haar vinger gesneden. Vertel maar hoe dat gebeurd is. Ik had gewoon in bos, het was bosdag, en in mijn vinger gesneden. Met een zakmes. Met het zakmes van de juffin? Ja. Mocht ze een punt aan een stok maken, ja. Maar ze is daarbij uitgeschoten of zo, ja. En zat in haar vinger. Ja. Dat is het. Ja. Dat staat daarbij. Het gaat wel even duren, denk ik. Oh. Ondertussen zijn we 40 minuten verder. Ah, en het is net gedaan. Klaar om te spelen staat er. Stella, kom je? Sta bij dat het klaar is. Hoe is dat? Zie, dat zijn vliegtuigen, daar moet mee vliegen. En waarom moet ik doen? Wacht, kijk maar. Kijk daar toch nog wel. Single player. Single player had ik wel gelezen. Hier moet je sturen met een ding. Ja. Zo. Met een ding moet je schieten. Kijk, met die hier? Met die moet je schieten? Met de A. Nee, met de trigger. Die? Met dit? Oké, laat mij. Wacht. Maar je moet vooral leren vliegen. Zo. Ja, ik doe het. Wacht, laat papa eerst kijken. Pop! Kijk, zie je die ding? Die moet je raken. Ja, en nu terug aan de andere kant, dat niet in de berg vliegt, ja. En een beetje naar zo, naar boven, naar het water. Try your secondary weapon. Nathan, I did some checking. Word is the Cajuns are hiding the Pandora in those islands up ahead. Follow me.